We gaan aan de slag met deze bad boy. De hele buffet. Daar gaan we rollade van maken. We willen hem in eerste instantie willen een butterfly. Dat houdt in dat je hem opensnijdt. Dat je dus een groter oppervlakte krijgt. Dan gaan we hem insmeren met huisgemaakte pesto. Oprollen en lekker grillen op de green egg. En je wil de vliezen wil je een beetje eraf hebben. Dus je maakt hem een klein beetje schoon. Niet al het vet wegsnijden, want je wil natuurlijk ook een beetje vet erop houden. Dat is natuurlijk waar de smaak vandaan komt. Dus ik maak hem niet helemaal schoon, maar kant hem net een beetje bij. De vlies dat glimt. En dat vet, ja, dat is wat doffer van kleur. En je kant hem er netjes een beetje bij. Ik kan hem zo draaien. En dan wil ik hem insnijden. Dan volg ik hem eigenlijk tot het einde. Op zich maakt het niet uit of je dit heel knap doet. Uiteindelijk als je hem gaart, dan stollen de eiwitten. Ja, en dan blijft hij mooi in zijn vorm. Dus in dit geval een grote oppervlakte. Een beetje mooie kanten. Deze snij ik af. Die leg ik hierbij. Ja, zo krijgen we een beetje een roladevorm. Hier nog iets bij snijden. Dit kantje eraf. Leg ik hierin. En dan hebben we de buffet hebben we gebutterflyed. Zie je, mooi rechthoekstuk. En straks gaan we hem zo oprollen. En dan gaan we hem spiezen. Zo krijgen we steaks en die snijden we dan door midden. Dus we gaan nu verder met de pesto. Wat hebben we nodig? Blender. Hier heb ik een halve liter olijfolie aan toegevoegd. We gaan twee borstjes basilicum op. Twee teentjes look. 200 gram gedroogde tomaten. Pijnboompitjes, ongeveer 100 gram. En natuurlijk wat zeezout. Dan gaan we dit alvast blenderen. Kaas mag er ook bij. Ongeveer 200 gram Parmezaanse kaas. Snijd die wel even in blokjes. Dan heb ik een citroen uit. Voor de frisheid. Let even wel op dat er geen pitjes in zitten. Peper uit de molen. Ik ga voor twee citroenen. Wel lekker, hè? Die kaas en die pijnboompitten is bitter. Dus dan wil je eigenlijk een beetje frisse tegenhanger hebben. Dus ik ga voor twee citroenen. En dan smeren we de buffet mee in. Doe dit ruim, hè? Dus er mag best wel veel op. Klein beetje zeezout en uit peper uit de molen. Het is een groot stuk vlees, dus mag je ook rijkelijk kruiden. En wat rucola gaat er zo overheen. Ja, en dan gaan we hem rollen. Ik begin aan deze kant. En dan rol ik hem tot het einde. Rol ik hem door. En dan spiezen we hem. Ongeveer om de, nou ja, wat zou ik zeggen, 4 centimeter. Hou hem goed vast, dat hij een beetje bij elkaar blijft. Tussen de stokjes door. En zo creëren we mooie steaks. In dit geval heb ik er steaks van gesneden van de buffet roulade. Maar je kan hem ook in zijn geheel laten.
in de oven ongeveer een half uurtje op 180 graden tot een kern van 50 graden. Als je een temperatuurmeter hebt, is dat dan nog beter en idealer. Maar in dit geval gaan we dit lekker op de Bickery Neck als een steak grillen. Eerst de radicchio gaan wij olie van tevoren. Klein beetje zeezout erop. En dan op de Bickery Neck. Een mooi grillrijtje. Deze laten we heel even gaan. Dan gaan we ondertussen de salade een beetje aanmaken. Klein beetje olijfolie. Even de handen er doorheen. Oké, voor straks hebben we het ook mooi aangemaakt. Checken we even hoe de witlof gaat. Die gaat prima, die zal ongeveer 5 minuutjes nodig hebben. We draaien ze straks, na 2 minuten draaien ze een slag en creëer een mooi ruitje. Deze is natuurlijk mooi op kamertemperatuur. Het is belangrijk, hè, dat je vlees op kamertemperatuur hebt staan. Vlees kan echt heel veel hebben, dus dat kun je sowieso een uur buiten de koeling laten. En dan zul je zien dat je ook een mooiere garing krijgt op het moment dat vlees kamertemperatuur is. Nou ja, die witlof die draai je mooi. Hier krijg je ook weer Maillard-reactie. Hè. Dat zijn de suikers. Er zitten ook suikers in groenten. Dus op het moment dat je kleur krijgt, dan krijg je ook meer smaak. Dus je wilt dat die witlof mooi kleurt. Geef het daarom ook de tijd. Op het moment dat ze mooi goudbruin zijn, halen we ze eraf. Oké, witlof is klaar. Leggen we ze even op een bordje. Dan kunnen we straks het gerecht mooi opbouwen. Klein beetje olie op die buffet. En natuurlijk een beetje zeezout weer. Niet heel veel zout. Hou rekening mee met die parmezaan. En die pesto die erin zit, die natuurlijk ook heel veel ook wel zout is. Maar ja, wat ik al eerder zei, het is een groot stuk vlees, dus daar mag je best wel zout aan toevoegen. Vetkap naar beneden en een beetje olie. De vet die we gebruiken is trouwens Amerikaans, dus het is mooi maïsgevoerd Angus. Er zit ook heel veel suiker in het vlees, dan krijg je nog meer dat Maillard-reactie, nog meer die korst die je zoekt. Hè. Dus ook met vlees is het belangrijk dat je kleur krijgt. Of je nou in de pan bakt of in een grill, de kleur geeft de smaak. Oké, we gaan de buffet even checken. Kijk, die gaat goed hoor. Dus die draaien we nu volledig. Oké, en dan laten we weer even gaan, 5 minuutjes. Checken we hem zo nog een keer en draaien we hem nog een slag. En dan gaan we dat ruitje creëren. Oké, we gaan hem afmaken, het gerecht. Ongeveer een kern van 50 graden. Gaat vandaag op een plank dresseren. Het is natuurlijk een mooi boers gerecht, dus we willen dit... Op een plank vind ik dan een uitermate geschikt daarvoor. Zo, een mooi viertal. De salade doen we een beetje in het midden. Steek er een beetje tussen. Een beetje eroverheen. Zo. Die radicchio of die gegrilde witlof ook mooi erbij leggen. Mag wel een beetje boers aangekleed zijn. Het hoeft niet allemaal perfect. Klein beetje zeezout nog. En even lekker die pepermolen eroverheen. Mooie olijfolie, goede kwaliteit. En een klein beetje balsamico stroop. Dit is hem dan. Gegrilde buffet, maïsgevoerd Angus, tagliata di manzo, Italiaans gerecht. Gesneden rundvlees betekent dat. Met gegrilde witlof. Witlof aangemaakt met olijfolie, rucola en een vulling van pesto.